Wat ik merk is dat, ja, ik zit dus met dat andere thema, van je moet er soms eigenlijk iets aan doen. En dat probeer ik nou zo ontvluchten door te zeggen van bijvoorbeeld, wat ik merk de laatste tijd is dat mensen, dat mensen die grens over laten gaan. En dan krijg ik bepaald iets, krijg ik gewoon wat ik denk niet normaal, maar ik krijg mijn strot niet uit. En dan denk ik van, als je niet vecht voor jezelf, weet je, want dat is dan weer zo'n oud rieltje, dan zul je zien dat iemand anders voor jou iets wegpakt, ik weet het. Hou liever mijn bek dicht en dan denk ik van, je zwakkeling zie je wel, staat 10 minuten te irriteren. Of langer, en ik zie wel, zie je wel, je zet niet die stap om nou echt voor jezelf op. Ik zeg niet dat je voor jezelf op moet komen, hè? Dat is een ander soort cursus. Nee, maar dat wil ik nou zeggen. Ja. Waarom kunnen we het niet gewoon bij de feiten houden? Weet je wel, iemand doet lelijk tegen je. Het feit is, iemand staat lelijk te doen. Nou, en? Dat is toch het probleem van die ander? Die is blijkbaar uit balans. Weet je wel. Dan kun je toch ook gewoon naar staan kijken, zo van, goh, hè, coole show. Ja, maar is dat dan, of is het leven, zeg je, hey, je hebt een stukje op te rapen, je moet hier wat mee? Ja, je moet er zeker wat mee, namelijk onderzoeken waarom je zo snel op je bek getrapt bent, terwijl je er niet eens aan hebt. Ja, dat is wel. Dus dat is veel interessanter. Wij zijn zo snel beledigd en gekwetst en verontwaardigd. Waarom? Omdat we allemaal denken, zoals ik in dat boekje heb gezet, niet doorhebben dat iedereen knettergek is. Weet je wel, en we denken allemaal dat iedereen de Boeddha zelf is en oh, er doet iemand lelijk of onfatsoenlijk of drinkt voor of whatever, weet je wel. What's the big deal? Ja, in principe niks. Ja, helemaal niks. Het is jouw eigen idee. De ene keer is het kan ook iets kleins zijn, maar het is een opstapeling. Wel de andere keer gaat iemand heel betaald, terwijl je zelf zoiets hebt. Dat zou ik bij jou namelijk niet zomaar doen. Ja, maar dat boeit niet. Het boeit niet wat ik ervan vind, of welke normpjes ik in mijn hoofd heb. En als ik in het moment ben, kan ik merken dat als iemand voorkruipt of zo, dat ik de ene keer daar iets van zeg. En de volgende keer zoiets heb van, wauw, what an energy. Dus ik hoef ook nooit een setje regels te onthouden van bij voorkruipen zo handelen, bij een belediging dit doen. Weet je, want dat is wat het ego graag wil. Hè? Gewoon 10 geboden in mijn kop bijtelen, dan weet ik wat ik altijd moet doen. Ja, als je onvrij wil zijn, is dat de route. Ik kijk gewoon wel wat er gebeurt. Hè? De ene keer maak ik een geintje, de volgende keer zeg ik, wou je een dreun? En meestal heb ik zoiets van, ja, en? Of kom er ook nog bij? Ja. Ik sta hier goed, ik heb de hele nacht de tijd. Ja, dan gaan anderen jou voorlaten als je dat zegt. Sorry. Maar wij zijn gelijk pissig. Ja, zo is het ook inderdaad. Maar waarschijnlijk, maar dat komt bij mij zien. Dat als je nou wel je mond opnieuw ben je laat. Ik ben, maar nu sta je al 5 minuten op te vreten. Omdat je dus niet zegt, je bent zwak. Ja, je moet erover. Als je er niet een idee op nahield van hoe het zou moeten zijn, had je dit allemaal niet. Ja. En dan was er gewoon een spontane respons. En de ene keer dit en de andere keer dat. Niks aan de hand. Ja, maar mijn hoofd zegt inderdaad, je verzet het dingetje. Maar je kijkt iets aan, kijk maar. Ja, maar ik bedoel, jouw hoofd zegt de hele tijd van alles. En dus ren je alle kanten op. Hier, dit. Wat doet het ertoe? Dat is een hele goede vraag. Wat doet het ertoe? Nou en. Nu zeg ik er wel iets van. Nou en. Nu zeg ik niks. Nou en. Iemand doet aardig. Nou en. Iemand doet onaardig. Nou en. Iemand deed 10 keer aardig en nou onaardig. Nou en. Iemand deed 10 keer onaardig en nou aardig. Nou en. En dan loop je gewoon een beetje rond met te kijken hoe al die mafketels van alles aan het, en zeker hier is dat makkelijk in Amsterdam. Everybody raving mad. En dat rent allemaal door elkaar. Dat heb ik in het bos niet gelukkig. Weet je wel, maar dit is allemaal prachtig. Allerlei leuke variaties van jezelf. Allemaal spiegeltjes. De ene ziet er zo uit en de ander zo. En de ene vindt dit leuk. En de ander iets anders. Wauw. Cool. Dan heb je er even genoeg van. Deur dicht. Telefoon eruit.
belangrijk vindt. Nou, klinkt als dat het allemaal niks uitmaakt. Ja, maar dat is ook zo. In werkelijkheid is er alleen wat er is. Alles het maakt uit dat, komt uit je kop. In welke mate is het zin om over de zin van het leven dan nog na te denken? Daar zul je mij niet over horen. Mooi, ik was ook klaar mee. Dat is gewoon echt bullshit. Nadenken over de zin van het leven gebeurt door mensen die geen zin hebben om te leven. Ik weet niet of het waar is, maar het klinkt goed. Ik hoor mijn hond bijvoorbeeld nooit, of dat hij zo zit, zo van, wat is nou toch de zin? Nee, ik heb zin om te graven. Het slaat nergens op. Gaat hij graven, gooit zijn eigen bal erin, doet er zand overheen en graaft hem weer op. What's the point? Nou, dat hij lol heeft, daar zit dan fijn. Gaat hij zijn lijfje voelen en zo. Het is echt geweldig. Nou, mensen zijn niet veel intelligenter. Ze maken een hoop rommel, dan gaan ze het opruimen en dan denken ze dat ze vooruit gegaan zijn. Zo bevrijdend, het heeft geen zin. Spontaan kwam dat leventje tot je, spontaan gaat het weer aan de kant. Playground. Genieten heeft toch ook geen zin, maar dat wil toch niet zeggen dat het niet mag? Ja. Ik maak altijd maar die stomme vergelijking, dus graag nog een keer. Ja, je ziet een paar van die kinderen van 3, 4 jaar, die zijn een kasteeltje aan het bouwen op het strand of zo. Weet je wel, aan het spelen en daarna trappen ze het helemaal in elkaar of lopen weg en zo. En dan zijn, die zijn lekker aan het spelen en dan loop je daar naartoe en dan zeg je, zeg, kinderen. Wat is de zin van het bestaan? Ja, die blikken die zeggen genoeg die je dan krijgt. Alsof je echt helemaal... Wat is de zin van jullie spel? Ja, ik zin in. Stay that way. Ja, genieten komt. En niet genieten komt. Je kunt ook zeggen, geniet gewoon alles wat er gebeurt. Dus er komt een stemming, nou, dan geniet je daarvan, dan komt er vreugde, dan geniet je daarvan, dan komt er een meewarig gevoel of iets triestigs, nou, dan geniet je. Waarom geniet je niet gewoon overal van? Alles wat er... Heeft er mensen iets van neutraliteit genoemd? Zijn, ja. Basically is er neutraliteit. En die is open voor al die kleurtjes. Maar er wordt heel goed gezien vanuit die helderheid dat geen van die kleurtjes beter is dan iets anders, in stand gehouden kan worden, hoger geacht moet worden dan iets anders. Dus er is ruimte voor al die kleurtjes en basically, het is gewoon stil en compleet. Altijd. Eigenlijk. Goed. Ja, een ontzagwekkend iets. Wauw. Ja. En als je, als het ware, net even naar achter voelt, dan voel je dat het helemaal stil is. Oneindig, immens.
wel een heel mooi inzicht gekregen. Mijn leven gaat eigenlijk hartstikke makkelijk. En toen ik hier vanmiddag zat, voelde ik opeens zoveel kramp in. Ik dacht, verdomme. En dat was zo intensief, zo van... Ja, toen op een bepaald moment dacht ik, ja, wat is het? Weet je, gewoon niet willen wat er nu is. Dus ik vind jouw uitspraak prachtig van reality is never wrong. Want ik vond het wel hartstikke verkeerd wat ik vond. Oké. Ik dacht, ik wil ook daar zijn, waar ik niet ben. Dus ik ben het maar gaan doorvoelen terwijl je in gesprek was met de een of ander. Het is zo uit elkaar gespat en ik voel me nou, wauw. Yes. Het is zo mooi. Ja. En dan ben ik weer blij. That's it. Maar controle is nog wel een dingetje, dat voelen. Het is ingebakken, dus het is niet uitgesloten dat dat nog eens optreedt. Gewoon er naartoe. Ja. You know. Dan zie ik ook allemaal die situaties waar ik dan nog dat heb. Ja, jij ook. Cool. Ja. Zo doe je dat. Als mensen straks nog vragen hebben. Even bij Filo vragen hoe je dat doet. Dat is geen geintje. Nee, dat doorvoelen heeft me zo verschrikkelijk veel gebracht. Ik voel nu zo'n energie die eronder vrijkomt. Het is gewoon, ik kan over het dak springen, man. Ja. Ik heb wel eens voor de gein van, we zijn gewoon net zo'n atoomenergiecentrale. Maar we houden het zo klein en vast allemaal, jongen. Echt.